Okay. We zijn hier deel 2 van een interview vandaag op 25 juli 2012, jaar Onzes Heeres met Harry. Kameraad Harry van Bommel van de SP. Het eerste deel ging over de campagne. En het tweede deel gaan we niet over de campagne, we gaan het over een heel andere specialiteit hebben. Want Harry van Bommel, jij bent jarenlang buitenland woordvoerder van de SP. Je bent de hele wereld rond geweest, hè? Ja, dat klopt. Je bent de hele wereld rond geweest, hè? Nou, de hele wereld rond. Ik ben nooit in Australië of Nieuw-Zeeland geweest. Maar ik heb wel van de 200 landen heb ik er een stuk of 70 bezocht, ja. Oké, maar een van de belangrijkste dingen die in het buitenlands beleid natuurlijk staat, is het Midden-Oostenbeleid. Ja. En ik maak dus... voor mij het Midden-Oosten, dat begint, wij zitten hier in Amsterdam, best ik even moeten weten, het begint buiten de Singelgracht, begint het Midden-Oosten zo'n beetje hier in Amsterdam al goed beschouwd. Het Midden-Oosten heeft een enorme impact ook op de Nederlandse samenleving, ja. Altijd al gehad. Ja, verdeeld de Nederlandse samenleving, ja. Overigens ook dwars door alle politieke partijen heen. En dat is... Dwars door alle politieke partijen? Ja, gaat dwars door alle politieke partijen heen. Alle politieke partijen hebben een standpunt, soms ook in het verkiezingsprogramma opgenomen. Wij hebben dat gedaan over hoe het conflict tussen Israël en de Palestijnen moet worden opgelost. Is dat eigenlijk het belangrijkste ding voor de buitenlandse politiek wat in Nederland moet? Nee, vind ik niet. Ik weet dat heel veel mensen daar een belangrijke focus op hebben. Maar ik vind bijvoorbeeld de kwestie Afghanistan met Nederlandse militairen daar, een mislukte missie feitelijk, waar heel veel Nederlands geld naartoe gaat. Waar Nederlandse doden vallen, waar Nederlandse gezinnen door getroffen worden. Precies, ja. Dat vind ik als ik redeneer vanuit het buitenlands beleid van Nederland, dan is dat een veel belangrijker thema. Want daar is een directe Nederlandse betrokkenheid. Als je kijkt naar de uitstraling van het Midden-Oosten conflict op de regio, Dan is dat voor die regio natuurlijk het belangrijkste. Maar ook in termen van geopolitieke vraagstukken, dan is de oorlog in Afghanistan en deels ook in Pakistan, is denk ik van grotere impact op het wereldtoneel dan het Midden-Oosten vreesproces. Maar voor Nederland is de kwestie Israël-Palestijn is gewoon het issue. Als jij hier een paar radicale uitspraken zou doen, wat jij zou kunnen doen, over bijvoorbeeld Uri Rosenthal zijn beleid, dan gaan die mensen op achterste poten staan waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, maar even ook, Uri Rosenthal, de minister van de VVD, is natuurlijk in die afgelopen jaren toch meer toegeschoven naar het Israëlische standpunt. Maar hij heeft wel een pas op de plaats moeten maken, want Nederland wilde eigenlijk de relatie met Israël intensiveren. Ja. Er zou een samenwerkingsraad komen tussen Nederland en Israël, een bilaterale raad. En omdat de meerderheid van de Kamer zei, kabinet, je bent demissionair, zet nou geen stappen in die richting. Ja. Heeft het kabinet ook uiteindelijk gezegd, goed, de intentie blijft er om het te doen, maar we doen het nu niet en we laten het over aan een volgend kabinet. En, ja, dan komen we toch ook, ik kom trouwens ook weer gelijk terug op de PVV, want het is niet alleen Uri Rosenthal van de VVD, maar de PVV schijnt door allerlei schimmige organisaties uit Amerika met een Joodse achtergrond ook gefinancierd te worden. Dat is niet helemaal duidelijk. Willen ze ook geen echte openheid overgeven? Nee. En dat beïnvloedt geen echte, echt geen. Ja. Dat is niet. En dat beïnvloedt natuurlijk ook, zeker toen de PVV de hoofdsteun gaf van dit kabinet, de CDA en de VVD, het buitenlands beleid van Nederland, waar we toch een beetje binnen Europa volgens mij ook een beetje een lachertje aan het worden zijn. Hè? Dat klopt. Overigens had de PVV een heel ander standpunt dan Rosenthal, die ook uitgaat van de twee-staten-oplossing, net als de SP. Wat is de twee-staten-oplossing? Dat is een veilig Israël en een veilige Palestijnse staat die levensvatbaar is. Dat betekent dus dat de nederzettingen weg moeten uit bezet gebied. Jeruzalem oplossing voorkomen. Nee, maar dat zijn de ingrediënten waar de internationale gemeenschap van uitgaat, waar de Nederlandse regering van uitgaat en waar wij als SP ook van uitgaan. En de PVV heeft een hele andere redenering. Die zegt, er is al een Palestijnse staat, dat is Jordanië. Laat alle Palestijnen dus naar Jordanië gaan. Ja, als je een dergelijk standpunt inneemt, dan bepleit je in feite etnische zuivering. Want Palestijnen gaan natuurlijk niet vrijwillig naar Jordanië en de PVV. Jij vindt de PVV etnische zuivering bepleit? Zeker, dat heb ik vaker gezegd, ook in de Kamer. Mm. Want wanneer je zegt, de Palestijnen mogen niet wonen op de westelijke Jordaanhoeve of in de Gazastrook, maar ze moeten naar Jordanië. Dan pleit je nu voor migratie, zomaar zeggen. Nou ja, het etnisch zuiveren, dat is etnisch zuiveren. Mm. Ja. Het verdrijven van mensen. Nogmaals, want die mensen die wonen daar en die willen daar niet weg. En als je zegt ze moeten weg, ja, dan is dat
het zuiveren. Ja. Maar goed, de SP is nu de grootste partij. Jan, jullie gaan misschien in het kabinet komen. Veel mensen twijfelen. Ik twijfel er ook een beetje aan of dat überhaupt zou gaan lukken. Maar los daarvan, hoe jij misschien minister van Buitenlandse Zaken, dat is ook nog maar helemaal de vraag. Het is aan de kiezer. Ja, het is aan de kiezer. Maar daarna aan de formatie en aan de koningin, die er natuurlijk ook iets over te zeggen heeft. Ja, ja. Dat wordt wel onderschat. Ja, zeker. Dat zou eigenlijk ook niet zo moeten zijn. Maar de koningin die heeft gewoon een grote invloed op de kabinetsformaties en wie de premier wordt. Als zij de premier niet moet, dan gaat ze nog wel wat aan wat touwtjes hier en daar trekken om dat zo te krijgen. Ja, nou ja, kijk, we zullen nooit precies weten hoe dat gaat. Ja. Maar het is wel eens voorgekomen dat er een informateur wordt aangewezen, of een formateur, die niet van de grootste partij is. En daarmee geeft de koningin dan toch een draai aan het formatieproces. Dat zal nu niet meer gebeuren, denk ik, omdat er in de Tweede Kamer uitgebreid gediscussieerd is over informatie en formatie. En de rol van de Kamer en de rol van de koningin daarbij. Dus de Kamer zal dat volgens mij niet meer accepteren onder de huidige omstandigheden. Dus wat dat betreft is er wel sprake van verbetering. Maar neem maar dat andere thema, het openbaar beëdigen van ministers. Iets dat in heel veel landen in de wereld gewoon is. Dat de eed wordt afgelegd. Bij de koningin. I pledge allegiance. Maar dat daar wel. Ja. Ik als Kamerlid moet wel de eed in het openbaar afleggen. Dat moet je in de gemeenteraad en in de provinciale staten. Maar de ministers, die doen het achter gesloten deuren. Nou, is dat zo? Nu je het zegt, je ziet dat niet. Nee, maar dat was recent in discussie. En toen bleek dat het de koningin zelf is die daar bezwaar tegen maakt. Om dat openbaar te maken. Ja, en dat is toch wel heel erg. Ouderwets. Ja. Op alle terreinen bepleiten we transparantie, de camera erbij, tot in de rechtszaal. Maar bij zo'n belangrijke gebeurtenis mag de kiezer niet meekijken. En dat is toch heel raar. Ja. De relatie SP en het Koningshuis is natuurlijk sowieso. De SP, een socialistische partij, is natuurlijk voor een staat die geleid wordt door een president, een gekozen politicus. Ja. Maar je ziet in Nederland met het Koningshuis, wat natuurlijk gezien de hele internationale ontwikkeling met Europa ook al een beetje een achterhaald instituut aan het worden is, meer voor de promotie van Nederland. Maar jullie moeten daar voorzichtig mee zijn, want dat kan je stemmen kosten om tegen het Koningshuis te keren. Luister, de monarchie in Nederland is in hoge mate gedepolitiseerd. Heeft niet veel politieke invloed meer. We hadden het net over. Is eigenlijk net voor de PR. Net over de koningin die nog een rol speelt bij de formatie. Ook dat zal steeds verder worden teruggedrongen. Dus het wordt steeds meer een symbolische functie, à la Denemarken. Daar zou ik zeer voor zijn. Ik vind dat de symbolische betekenis van een koningin, van een koningshuis, vind ik waardevol. Hè, ook in tijden van grote rampen of andere zaken. Dan leeft iedereen mee en dan kan een koning een bindend effect hebben. Maar in het eenwoordig Europa is het heel merkwaardig dat een aantal van die landen nog een vorstenhuis heeft. De Luxemburgers, de Liechtensteiners. Ja, maar luister. Maar die zitten er niet in natuurlijk. Nee. Wij hebben in Nederland ook adel. Daar hoor je nooit iemand over. Nou, bij GroenLinks staan een paar mensen van adel op de kieslijst. Ja, dat heb ik begrepen. Ik heb die uitzending bekeken. Ik vond dat best informatief. Ja. Waar het om gaat is, de adel in Nederland is een verschijnsel dat er wel is. Maar daar heeft niemand last van. En ik voorspel je dat ooit het Koningshuis eenzelfde, een vergelijkbare positie zal hebben. En natuurlijk vinden wij dat de koning gewoon belasting moet betalen. En als ambtenaar op de nullijn komen, dan ook de koning. Dat soort zaken moet allemaal gegeven zijn. Inleveren natuurlijk, net zoals er was een discussie met de SP van. Stel, we komen in het kabinet. Hoeveel moeten de ministers inleveren aan de partij? Maar dat voert misschien te ver om dit blokje op te doen. De SP en het Koningshuis is een beetje een haat-liefdeverhouding, maar. Nou, nee. Kijk, ik wil daar open over zijn. Ik ben een keer uitgenodigd door Willem-Alexander en Maxima om te komen eten en te praten over Europa. En dat heb ik toen gedaan. In Wassenaar en Eikenhorst. Omdat zij zich wilden informeren over de ontwikkelingen in Europa. En ze zagen in de SP en in mijn woordvoerderschap een geïnformeerde partij. En dachten, nou, laten we eens een stuk of 3-4 specialisten uitnodigen op het punt van Europa. En een avondje doorpraten over de ontwikkelingen in Europa. Dat heb ik toen gedaan. Dus wij staan daar absoluut niet vijandig tegenover. Als we Nederland opnieuw zouden uitvinden, dan zouden we het waarschijnlijk niet een rol geven. Maar het is er. Je krijgt het ook niet. Je kunt het in je verkiezingsprogramma zetten. Maar er is grondwetswijziging voor nodig. Het is geen belangrijk punt. Nou ja, het is wel grappig, want sinds zo'n beetje 1840 de Vrede van Münster hebben we weer een koningshuis. Maar
Dat is nou een van de dingen in de geschiedenislessen op school. Het slecht wordt gecommuniceerd van alles. Want niemand weet eigenlijk wat dat is, de vrede van Münster. Ja. En waar het, dat we daarvoor eigenlijk een republiek... Dat de hoogtijdagen van Nederland, toen wij een wereldmacht waren, beste kijkers en luister, waren we een republiek. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat was in die tijd voor Nederland heel gewoon. Omdat Nederland natuurlijk gevormd was door een vereniging van een aantal delen van Nederland. Republiek der Verenigde Nederlanden. En dat heeft ook alles te maken met de zeven provinciën. Met de grootsheid die Nederland toen wilde uitstralen. Hè. We waren een zeevarende natie, we waren een koloniserende natie, we waren een natie die gevreesd werd over de wereld als het gaat om economische en maritieme macht. Dus wat dat betreft is er eigenlijk ook sprake geweest van een teloorgang van Nederland sedertdien. Hè. Ja. Beste kijkers, dit was deel 2 van de serie interviews die we gaan doen met Harry van Bommel. We gaan eens even op de klok kijken of Harry nog tijd heeft, dan doen we nog een deel 3. U moet even weten, dit is opgenomen op 25 juli 2012. Was live te zien via livestream op internet en via Kik. En u krijgt het ook te zien op de YouTube. Het is maar dat u het weet. En dan ga ik hem uitzetten. Rob, you want to...